HR en finance, samen of gescheiden? Daarover gaan we het vandaag hebben in deze aflevering van Deep Dive. Mijn naam is nog steeds Doreen Leijers en ik heb twee columnisten uitgenodigd van FD Magazine en HR Magazine, maar jullie zijn ook nog zoveel meer, Rudy Arnoud en Ralf Kaars. Kunnen jullie jullie zelf even voorstellen? Zoals in het begin van het schooljaar. Begin van het schooljaar zou ik zijn Rudy Arnoud, professor Corporate Finance, een buisvak. Oké. En aan welke universiteit? Universiteit Gent, maar ook aan de universiteit HEC Parijs en Vilnius. Ralf Kaars, professor HR aan de KU Leuven, de ESL Management School en Universiteit Saint-Louis. En columnist voor HR Magazine. Oké, ik leg het ineens bij jullie, Rudy. HR en finance, samen of gescheiden? Je zei net dat je niet bent voor getrouwd of gescheiden. Dus. Inderdaad, maar ik denk het grote probleem is dat we vandaag nog een beetje het standpunt hebben. De CFO dan, dat is de financiële manager van een bedrijf, die doet zijn financiële dingen. En de human resources in het oogpunt van een CFO is een kostprijs. De klasse 6 noemen wij dat, de kosten. Hè? Terwijl eigenlijk HR is een asset. Zou moeten op de balans staan, maar dat is zo niet. Hè? Dus ik vind dat het belangrijk is dat tussen de HR en de CFO, dat er daar een soort overeenkomst komt. Want alles, ieder element vandaag heeft zowel aspecten die te maken hebben met motivatie als met kostprijs. Dus ik denk dat we zouden moeten proberen de scheiding tussen de twee in elk geval te vermijden. Zijn ze zo gescheiden vandaag, Ralf? Je ziet dat wel. Hè. Ik denk dat als je gaat kijken, je mag een organisatie nooit zien als een soort homogeen gegeven. En er zijn altijd eigenlijk heterogene onderdelen waarin mensen tegensteld belangen hebben. Hè. Uiteindelijk gaat het altijd over, er is een bepaalde som aanwezig aan geld in de onderneming en die moet besteed worden. En marketing heeft projecten, HR heeft projecten, logistiek heeft dat. En dan moet er eigenlijk altijd een soort beslissing genomen worden, wie gaat dat geld nu krijgen. En dan komen de finance mensen natuurlijk in beeld. En dan moet je eigenlijk hopen dat één, dat we dat goed becijferd hebben, hè. Dat moet HR ook nog vaak doen. Proberen te zeggen, oké, goed, dit gaat de kostprijs zijn en dit is wat je ervoor gaat terugkrijgen. Als we dat niet berekenen, ja, dan gaan we het verliezen natuurlijk ten opzichte van logistiek of R&D, want die berekenen dat heel duidelijk wel. Hè. Als je weet, dit is de kostprijs van machine, dan weet je, oké, goed, dat is de opbrengst. Dus dat moeten wij ook doen. Hoe hou je als professor vinger aan de pols in dat bedrijfsleven? Op welke manier probeer je dat te ontdekken? Of ze nu effectief in bedrijven samengaan of gescheiden zijn? Hoe merk je dat? Mijn vinger aan de pols is natuurlijk, de meeste bedrijven die financiële moeilijkheden hebben, die vinden wel een professor corporate finance van, hoe zit dat in elkaar? Hoe kunnen wij de kosten besparen? Hoe kunnen wij? Dus in die zin heb je natuurlijk de vinger aan de pols. En probeer ik ook aan die mensen altijd uit te leggen, wees voorzichtig, het is geen oplossing met zoveel mensen af te danken. Want als je mensen afdankt, heb je misschien een kostenbesparing, maar heb je natuurlijk ook een impact op omzet, op brand, op motivatie. Dus je moet altijd het globaal plaatje bekijken. En ik hou de vinger aan de pols door eigenlijk bijna dagelijkse contacten met bedrijven. Maar jij hebt eigenlijk meer helikopterview dan wie dan ook, hè? Ja, dat is ook wat je elke dag bekijkt en bestudeert. Ja, zowel bestudeert als bekijkt, maar natuurlijk als je het standpunt neemt van de CFO, en daar zal mijn collega misschien niet 100% mee akkoord zijn, dan zie je natuurlijk ook alles, hè? Daarnet zeg je, wij moeten onze berekening maken. Voor mij is het niet zo, je moet de berekening van dat jaar. Je moet zien in welke mate gaat dat jaar in dat plaatje passen. En daar zijn er heel wat uitdagingen. Ik neem een voorbeeld. De economist David Grabner heeft uitgerekend dat bijvoorbeeld in Engeland 1 op de 3 jobs zijn bullshit jobs. Wat is een bullshit job? Dat is een job zonder enige toegevoegde waarde. Maar de persoon die gaat naar zijn werk, komt terug van zijn werk of haar werk, wordt daarvoor betaald, maar heeft geen toegevoegde waarde. Dus vanuit het standpunt van de CFO zou ik zeggen, schrap die. Maar misschien zal mijn collega zeggen, van het standpunt motivatie, wees voorzichtig. Beetje de teleurgang van de landbouw en veel te veel bedienden. Wel, inderdaad, maar ook het feit dat men niet in kaart brengt, wat is de toegevoegde waarde? Ja. Dus de vraag is van iedere functie, wat is de toegevoegde waarde? Als je dat niet in kaart brengt, ja, dan ken je het verschil niet tussen ballast en de mensen die echt bijdragen. Dat betekent dan niet dat je die mensen moet afdanken, maar je kunt ook een herorganisatie van je bedrijf bekijken. En hoe doe je dat, de productiviteit van mensen in kaart brengen? Dat is een het is te zeggen, je kan dat eigenlijk wel. Er zijn heel veel modellen voor. Hè. Wat men ook heel vaak doet, is natuurlijk gaan kijken, stel dat we een bepaald talent zouden verliezen en moeten gaan vervangen. Hè. Hoeveel kosten gaan we dan maken om die persoon te gaan vervangen? Hè. Je kan ook bijvoorbeeld gaan kijken, dan doet men bijvoorbeeld tie strength analyses om te gaan kijken, hoe is iemand verbonden met anderen, welke invloed heeft hij dan op anderen en hoe zou het dan de productiviteit gaan beïnvloeden mochten we deze persoon kwijt zijn. Hè. Dus op zich kan je die berekeningen zeker wel maken, kan je dat in geld gaan uitdrukken. Wat ik eigenlijk Rudy ook hoor zeggen, en dat vind ik heel fijn, hè? Want uiteindelijk, als wij bij finance aankomen, dan kan je inderdaad zeggen, oké, finance kijkt naar die mensen als kostfactoren. Hè?
We hopen altijd dat de CFO ook al iets verder denkt en denkt van ja nee, dat zijn misschien ook opbrengsten. Hè. Je kan zeggen, hè, als je zelf bijvoorbeeld moet gaan bepalen, je moet een schilder laten komen om je gevel te verven. Dan kan je zeggen, ah ja, ik kan iemand heel goedkoop vragen hè, en die kan het misschien zelfs in zwart komen doen en ik ga niet zoveel betalen. De kwaliteit gaat ook niet zo goed zijn. Of ik kan echt een topper laten komen en die verf gaat er jarenlang op plakken. Dan kom je in die twee modellen terecht. Hè. Ik ga hier heel veel betalen met hoge productiviteit. Ik ga daar wat minder aan betalen en misschien valt het ook een beetje uit elkaar. Hè. Ik denk dat we vandaag zeker moeten oppassen voor een kostenbenadering. Er bestaat zoiets als we noemen bedrijfsanorexia. Organisaties die proberen om altijd maar te stroomlijnen tot een punt dat je eigenlijk te weinig wensen hebt om het werk nog te doen. Mm-hmm. Er komt heel veel werk bij heel weinig mensen terecht die wel een dik loon krijgen, dat wel. Maar die dan uitvallen wegens burn-out enzovoort. En heel die organisatie valt uit elkaar, omdat je eigenlijk te smal bent geworden. Ja, dat zijn de mensen die dan zeggen van ik doe de job van 3. Ja, mensen. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dan hopen we dat we CFO's hebben die dat inzien, dat dat misschien niet de bedoeling is. En die denken, oké, nee, goed, met een bredere bezetting kunnen we misschien eigenlijk een hoger rendement gaan halen dan proberen om die kostprijs te gaan besparen. Maar de CFO is toch gevoelig, Rudy, aan het argument elke nieuwe persoon die we moeten aannemen, moeten we weer opleiden, dat kost weer geld. Daar zijn ze toch gevoelig aan. Dat klopt, maar zonder mensen kunnen we dat niet produceren. Ja. Dus je moet daar eens een evenwicht zoeken. En het tweede ook, we hebben nu gezien met corona. Hè. Corona was een perfecte alibi voor veel bedrijven om af te staken. Ja, 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 ja. De anorexia zegt het. Mm-hmm. Maar dan komt de activiteit weer op gang. Mm-hmm. En dan moet je toch nieuwe mensen aantrekken. Ja. En dan kom je terug op jouw argument, want die mensen moeten opnieuw gaan opleiden. Ja. Dus eigenlijk, het kostenplaatje is misschien wel positief als je het bekijkt op korte termijn 1 jaar. Maar het is heel nefast als je het bekijkt op een langere periode. En ik denk dat het ook belangrijk is dat de CFO dan op lange periode gaat denken, wat heb je precies nodig? Niet binnen de komende 6 maanden, maar binnen 5 jaar, binnen 10 jaar. Dus bepaalde HR-transformaties, acties implementeren en daar zouden de CFO's eigenlijk gevoelig moeten aan zijn en zeggen go, ook al is het een budget. Ik denk elke leidinggevende. Hè. Een van de functies van leidinggevende is wat we noemen future effectiveness. Hè. Hoe ga ik vandaag gaan kijken, wat heeft mijn team nodig over 5 jaar en hoe ga ik ze er vandaag op voorbereiden? Als je zo je bedrijf gaat runnen, dan ga je er waarschijnlijk over 5 jaar nog zijn. Denk je daar pas aan als het gebeurt, dan ben je waarschijnlijk al te laat. Dan sta je achter op de concurrentie. Maar het is wel een beetje een trend om veel van job te veranderen. Hè. Jongeren blijven geen 40 jaar meer voor een bedrijf. Nee, klopt. En wat wij doen, jobchurn, dat betekent dat je zegt om de 10, om de 15 jaar gaat veranderen. Omdat je natuurlijk niet meer de merkentrouw hebt, als ik zo mag noemen. Yeah. Het typisch Japans verhaal, ik ben 22 jaar, ik ben binnen een bedrijf. En dat bedrijf zal ook mijn begrafenis betalen, meestal van spreken. Yeah. Letterlijk dan ook. Ja, dat is voorbij. Hè. En dan is de vraag natuurlijk, als ik jong ben, ik zit in een bedrijf, ik wil altijd maar bijleren. Hè. Mensen willen bijleren, willen niet gewoon een job doen. En om bij te leren, soms zijn er binnen een bepaald bedrijf, heb je geen bijleermogelijkheden meer. En dat is dan iets dat moet je misschien, ik denk, vanuit de coöperatieve gedachten denken, hoe kunnen wij een pool maken, misschien tussen bedrijven, waar dat je toch een mogelijkheid heeft aan mensen te proberen bij te leren. En we hebben nog te veel een retentiebeleid. Oké, Doreen zegt, ik ga vertrekken in uw bedrijf, geen probleem, ik zal u 5% meer geven. Dat is natuurlijk de oude politiek. Maar dat werkt vandaag niet meer. Hè? Mensen doen het niet meer voor het geld. Hè? Of toch minder dan vroeger? Dus natuurlijk, een generatie denken, daar moeten we altijd een beetje mee oppassen. Hè. Ja. Ik denk, een bedrijf heeft ook niet altijd iets aan wat denkt een gemiddelde generatie. Hè. Een bedrijf heeft ook een bepaalde cultuur. Hè. En je hebt misschien ook maar 100 mensen nodig. En in een pool van 10 miljoen mensen kan je misschien wel 100 mensen vinden die exact hetzelfde denken als jij. En dan ben je ook in orde. Hè. Als het gaat over hoogte van het loon, ik zou misschien nog eerst iets zeggen over die employability waar het vandaag over gaat. Hè. Dus het idee is dat je eigenlijk meer trouw wordt aan je eigen carrière-doelen eerder dan aan de doelen van een organisatie. Mm-hmm. Dus het vroegere Japanse model valt op een bepaald moment uit elkaar, omdat natuurlijk ook de economie die Japanse bedrijven inhaalt. Hè, die op een bepaald moment zien, we kunnen dit ook niet meer garanderen aan mensen. En dan beginnen mensen te denken, ja, maar ja, als ik niet noodzakelijk, of als jij mij gaat buitengooien op het moment dat het slecht gaat, ja, waarom zal ik dan blijven op het moment dat het mij beter uitkomt om te vertrekken? Dan krijg je inderdaad dat spanningsveld, hè, waar je je gaat afvragen, ja, hoe lang blijven mensen nog? Kunnen wij wel investeren in die mensen? Dan komen ze heel vaak naar HR en dan vragen ze van ja, maar wat als we investeren in mensen en ze vertrekken? Dan HR antwoordt ja, wat als we niet investeren in mensen en ze blijven? Dat is misschien nog veel erger. Dus op zich moeten we daarmee durven leven dat mensen het idee hebben van ik kan wel weggaan. En moeten we hopen dat ze niet willen weggaan. Hè? Er is een verschil tussen
moeten vertrekken of willen vertrekken. Dus ik denk dat we dat gaan moeten zoeken, dat evenwicht. En dat is misschien ook toch eens belangrijk om te zeggen, het werkt ook wel een beetje tegen de gouden kooi. Hè. Mensen die vandaag al 30 jaar in een job zitten en denken, ja, ik kan niks anders, ik zal maar blijven, ik word hier steenongelukkig, ik krijg hier burn-outs, maar ik blijf wel zitten. Hè. Die generatie... 12 jaar. Voilà, zo inderdaad. Laten we hopen dat de jonge generatie... Dat is eindelijk, hè? Ja, klopt. Ja, we zien er heel veel in onze praktijk die inderdaad zo denken, vrij lang nog moeten gaan. En toch denken dat ze het wel volhouden. En mensen die vanuit employability denken, die denken van nee, ik ga aan mezelf denken en waar kan ik naartoe als ik dat nodig heb, die hebben die gouden kooi veel minder. Mag ik er eens op aanvullen? Vanuit het standpunt van CFO dan, vind ik gewoon dat het principe van de anciëniteit zou moeten afschaffen. Ah, verklaar u nader. Wel, wat gaat er dan gebeuren? Iemand die lang in een bedrijf wordt altijd maar duurder. Ja. Dus de kostprijs stijgt. Maar voor die persoon is het ook interessanter. Dus als je op een zeker moment zegt, ik ben mijn job beu, wel, ik zal maar blijven, want die anciëniteit verlies ik anders. Tuurlijk. En daardoor verliest zowel de CFO, maar ook de HR. Want je hebt minder gemotiveerde mensen, je hebt meer bore-outs en burn-outs. Mm. En eigenlijk zou het principe van de anciëniteit moeten op de helling plaats zijn. Dat moet er niet zijn, anciëniteit. Maar dan moeten we ook allemaal eenzelfde pensioen hebben, want anders gaan mensen daarvoor blijven, denk ik. Dat is ook zo, maar ik denk dat pensioen zou moeten een soort rustzakje zijn dat je meeneemt en dat je kunt veranderen van job tot job. Is dat realistisch? Ja, absoluut. Hè. Ik denk ook als we gaan kijken naar de mensen die we begeleiden vandaag rond burn-out, zien we dat ongeveer 70% niet terugkeert naar de vroegere werkgever. Hè. Dus die zetten dan eigenlijk die stap na een periode van ziekte. Dus het is eigenlijk... meestal verlengd en dan op een bepaald moment komt de muur. Ja, klopt. Hè. Dus je blijft eigenlijk in periodes van chronische stress zitten. Je leidt dan, je komt in een burn-out terecht. Je komt daaruit na 6 maanden, een jaar, 2 jaar, in slechtere gevallen. En dan beseffen die mensen van, kijk, ik heb dat eigenlijk fout aangepakt. Ik wil ook niet meer terug naar dat bedrijf. Ik wil het ook niet gaan veranderen. Ik wil mij in een andere organisatie begeven. Mm. En maken die stap eigenlijk na een periode van ziekte, waarvan hoopten dat ze die eigenlijk niet hadden moeten doormaken. COVID heeft ook zo die War for Talent wel heel zichtbaar gemaakt. Ik weet niet, was dat ervoor ook al? Of... Het is natuurlijk veel meer uitgesproken nu, omdat COVID heeft ook, denk ik, en nu spreek ik even als filosoof, hè, heeft ook gemaakt dat we de vraag stellen, wat is de zin van arbeid? Hè? Waarom werken wij? Moeder, waarom werken wij? Dat is de vraag. Hè. En als je dan thuis zit met COVID, heb je nog meer de vraag gesteld, ik moet opnieuw naar dat werk gaan, al of niet via de files, al of niet via telewerk. Maar waarom doe ik het eigenlijk? Wat is de zin? En je ziet dus dat op dat moment massaal mensen gewoon ontslag hebben gegeven. En zelfs veel mensen, en vooral dan in Amerika, hebben een ontslag gegeven zonder dat ze iets anders in de plaats hebben. Ja. Dus COVID is eigenlijk ook een push geweest van, ik doe niet meer wat ik moet doen voor de werknemer, gewoon voor mijn salaris. Ik doe iets anders. En in die zin is het natuurlijk de War for Talent. En ook dat je nu een omkering hebt. Vroeger was het de werkgever kon kiezen tussen 6-7 kandidaten. Nu kan die kandidaat kiezen welke werkgever neem ik. Ja. En dus je hebt een totale omkering van de markt. En ik denk dan als economist dat je de komende 40 jaar dat zult hebben. Er zijn nu meer mensen op zoek naar arbeidskrachten dan arbeidskrachten op zoek naar werk. En dat moet totale human resource politiek veranderen. En dat betekent ook dat CFO en HR moeten samen zijn. Welke mensen willen wij? Wat betalen wij ervoor? En wat willen wij ook op als beroepstrouw en trouw aan onze onderneming? En hebben ze ervaring natuurlijk? Ik denk altijd, je hoort die termen, hè. Het is een war for talent. En dan denk ik altijd, het is op dit ogenblik ook vooral een war for experience, denk ik. Hè. We hebben 300.000 mensen nog altijd werkloos op de arbeidsmarkt. Je kan moeilijk zeggen dat die mensen geen talent hebben. Hè. Het gaat misschien ook over dat bedrijven toch iets meer zullen moeten overgaan weer naar het zoeken van atypische profielen. Hè. Mensen die misschien niet de ervaring hebben, maar door andere jobs te doen wel bepaalde competenties hebben uitgebouwd, hè, die we vandaag kunnen gebruiken. En als die mensen dan op een redelijke manier op te leiden zijn, dan is eigenlijk ook een beetje de instellingen van onderwijs die daarop moeten letten, korter opleiden, dat die mensen een perspectief hebben binnen een bepaalde periode, 3 tot 6 maanden, kan ik bepaalde expertise daar gaan opbouwen. En dan gaan bedrijven makkelijker overstappen op die atypische profielen en we gaan ze nodig hebben. Als je gaat kijken naar de verhoudingen tussen vacatures en het aantal jobs in Vlaanderen, ja, die neemt toe. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk toch wel nog altijd veel openstaande jobs hebben, waar we geen mensen voor vinden. Dus we zullen het ook moeten proberen heractiveren van de mensen die langdurig uit de arbeidsmarkt zijn, of die vandaag een ander profiel hebben, bijscholen, zodat ze wel voor die jobs in aanmerking komen. Ja, maar vandaag aan tafel voel ik duidelijk dat HR en finance wel degelijk samen gaan en zouden moeten gaan. Hè? Heren, mag ik dat concluderen?
Ja, natuurlijk. Want ik denk dat de uitdagingen zodanig groot zijn dat je kunt dat niet alleen financieel benaderen of alleen vanuit het standpunt van hoe kunnen we onze mensen motiveren. Je moet het weer samenbrengen. Alleen denk ik dat we moeten stoppen met te denken in termen van bedrijf-werknemer. Voor mij zou de pool van werknemers, die zouden moeten kunnen gebruikt worden voor de diverse bedrijven. En moeten bedrijven onder elkaar een soort coöperatieve gedachte hebben dat je de mobiliteit en de rotatie kunt garanderen naar de mensen, zodanig je veel minder burn-outs hebt. Maar dat is misschien niet voor morgen, denk ik. Laten we hopen van wel. Hè. Ik denk ook, aansluiten met wat Rudy zegt, HR staat in principe aan de kant van het management. Hè. Wij moeten de organisatorische doelstellingen halen. Ja. Dat doen we in principe samen. Oké. Okay. Dat is een mooie om te eindigen. Mag ik jullie bedanken om hier te zijn vandaag? En ook jullie natuurlijk bedankt om ons vandaag weer te volgen. En tot een volgende keer. Rudy, ze zeggen those who can, do. En those who can't, teach. Wel, dat is jammer genoeg een feit voor veel professoren. Want ik zie veel professoren die bijvoorbeeld lesgeven over ondernemerschap en nooit een onderneming hebben geleid. Ik vind het belangrijk dat professoren ook met de voeten op de realiteit staan en ook zelf onderneming leiden. En ervaringsdeskundigen zijn. En weten waarover te spreken. Ja. Ik run een eigen praktijk waar we organisaties begeleiden met werkbaar werk. Hè, waar we gaan kijken hoe dat we het eigenlijk alles wat we zien in de theorie en wat we horen bij andere bedrijven echt gaan toepassen binnen de bedrijfsvoering. En dan zie je eigenlijk dat er toch wel heel veel meerwaarde kan gerealiseerd worden. Ten meer omdat je in heel veel bedrijven komt en al die kennis eigenlijk gaat binnenbrengen. Waar soms bedrijven of een bedrijfsleider eigenlijk één visie heeft. En dan zit er toch heel wat tegenover. Helicopterview. Ja, ik vind het belangrijk als professor dat je een helikopterview hebt, maar ook het probleem is in de universiteit, veel mensen doen een doctoraat, ze blijven hangen in de universiteit, worden assistent en eigenlijk verliezen ze een beetje de link met de realiteit. Ja, en dat vind ik heel belangrijk naar studenten toe ook. En ook voor studenten, waar we het daar net over hadden, een PhD-student die dan een thema maakt en dan zegt hij, geef een keer een voorbeeld van één onderneming die dat doet, stelte. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat onze studenten en onze professoren ook echt met de voeten in de modder staan. Mooi. Oké, dankjewel, Gerard.